Ik kom net terug van een tweedaags event, of twee dagen training gegeven aan onze coachingklanten. En ja, dat is natuurlijk altijd inspirerend, ook voor mij. En ja, ik hoor veel verhalen van onze klanten ook. En dat was een mooi voorbeeld. Dat was een dame die zit in een specifieke niche. En die had een mailinglijst van 500 man. Heeft de lancering gedaan. En het viel haar een beetje tegen hoe het op voorhand ging met de lancering. En uiteindelijk heeft ze 30 verkopen gedaan. En toen vroeg ik van, oké, wat was de gemiddelde orderwaarde per verkoop? En dat was €300. Dus een membership voor €30 per maand. Om in één keer betalen voor €300. En de meesten hebben voor die optie gekozen. Dus als je een beetje uitrekent, ja, kom je op €6.000, €7.000 plus. Op een mailinglijst van 500 man. Wat in feite al inhoudt dat elke persoon, elke naam en e-mailadres op die mailinglijst. Dus dat, dan deel je die €7.000 omzet gedeeld door het aantal mensen op de mailinglijst. 500 is al €14 waard. Wat een fantastisch bedrag per naam en e-mailadres natuurlijk is. En dat is zeker iets, ja, voor haar was zo, ja, we hebben maar 30 verkopen. En uiteindelijk was ze dankbaar voor, maar we hebben maar 30 verkopen. Alleen is een beetje een verkeerde manier van rekenen, want eigenlijk moet je kijken wat zijn naam en e-mailadres mij waard op mijn mailinglijst, in plaats van hoeveel totale omzet heb ik gedraaid of wat dan ook. We hebben het al vaker met coaching klanten die bijvoorbeeld 120 man op een mailinglijst hebben en doen een lancering en verkopen dan maar 10. Terwijl dat enorm is. Dus 8% van de mensen die koopt. Dat is fantastisch natuurlijk. Dus als je echt gaat berekenen wat is een opt-in, dus een naam en e-mailadres mij waard. Je gaat gewoon je omzet delen door het aantal mensen op je mailinglijst. Ja, dan kun je een klein beetje waardeberekening doen van wat een persoon waard is op je mailinglijst. En dan kun je op basis daarvan kun je ook bijvoorbeeld gaan adverteren. Kun je ook gewoon, ja, banners gaan kopen, weet je, op andere mensen, op andere websites adverteren. Kun je AdWords doen, kun je Facebook Ads doen, kun je affiliate marketing toepassen, al die dingen, als je dat weet. En je moet niet zozeer kijken naar het totaal omzet, maar meer wat is een bezoeker je waard, wat is een opt-in je waard en wat is een klant je waard. En als je dat weet, dan kun je opschalen en kun je echt naar het volgende niveau, je business naar het volgende niveau trekken.